Tadaa, daar is hij dan. Zoals je kunt zien, ik heb weer een positieve ovulatietest. Dit keer gebruik ik alleen die van de Action. Omdat die van Clear Blue waren echt rete duur. En om dat nou elke maand weer te gaan gebruiken, vind ik echt een beetje overdreven. Dus deze maand zouden we eigenlijk gewoon niet echt al te veel waarde aan de ovulatietesten hechten. Maar die van de Action geeft nu toch wel weer een mooie positieve. Althans, donkerder dan dit zijn ze bij mij nooit geweest. Dus ik zie dit wel als een positieve. Zo, let's rock de komende dagen.